Nee, dat klopt. Op Bonaire is het een hele kleine vereniging. We zijn al 25 jaar bezig met onze bridge club. Alleen dit jaar organiseren we voor het eerst echt het Bonaireaans kampioenschap. Bridge is een, ze noemen het een denksport. Sommige mensen noemen het ook een spelletje. Het is een denksport die over de hele wereld door ongeveer 100 miljoen mensen wordt gespeeld. Het is een kaartspel. Het is een kaartspel die je speelt in tweetallen. Waarbij je op een avond 24 spellen speelt. En de grap is dat al die spellen die je speelt worden precies ook door andere mensen gespeeld. En dan ga je aan het einde van de avond vergelijken hoe je de spellen hebt gespeeld. In vergelijking met die andere mensen. En dan krijg je een relatieve uitslag. Het luidt toch een beetje moeilijk? Is het moeilijk? Ja, het is inderdaad best wel lastig. Ja. Daarvoor hebben we ook bij onze vereniging twee mensen die cursussen organiseren. Dus mensen die geïnteresseerd zijn om hiermee te beginnen, die kunnen zich bij ons aanmelden ook voor cursussen. Maar het is, in eerste instantie is het eventjes lastig. Want een spel bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde is het bieden. Je probeert met je partner een contract te bepalen. En de tweede is het uitspelen van dat contract. Dus het is in eerste instantie wel complex. Dat ben ik met je eens. Ja, er gaat een kampioenschap houden hier op Bonaire. Wanneer wordt dit kampioenschap? Ja, het kampioenschap gaat plaatsvinden op 16 maart. Woensdag 16 maart, dus volgende week al. We hadden hem eigenlijk gepland in januari. We willen het eigenlijk een jaarlijks terugkerend evenement laten zijn op de laatste woensdag van januari. Maar vanwege de COVID-maatregelen in januari hebben we het helaas moeten uitstellen tot nu 16 maart. En het gaat plaatsvinden bij Hillside Resort. Als mensen zich willen aanmelden, ik kan me voorstellen dat er mensen op het eiland zijn die bridge spelen, maar zich nog niet hebben aangemeld, of misschien ook nog niet bekend zijn met de club. Die kunnen zich aanmelden via onze Facebookpagina. Op die Facebookpagina zit een e-mailknop en dat is wat we gebruiken voor onze communicatie. Wat is de naam van de Facebookpagina? Bridge Club Bonaire. Kan niet missen. Ja, okay. Normaal, mensen die misschien bridge spelen, die willen meedoen, maar wie gaat meedoen? De mensen van die clubs die al bestaan? Ja, uiteraard de mensen gewoon die bij onze club lid zijn, die doen mee. Maar daarnaast hebben we nu ook één aanmelding uit Nederland van een paar. En drie paren uit Curaçao hebben zich ook al aangemeld. Dus het wordt wel echt een wat grotere happening. Okay. Geef je toch de kans om mensen uit te nodigen om mee te doen? Mensen die misschien toch wel bridge spelen, die niet bij jullie club horen. Ja, dat is eigenlijk twee dingen die ik eigenlijk wil zeggen. Inderdaad, mensen die bridge spelen, die niet bij de club zitten. Ja, wees welkom om inderdaad mee te gaan doen met dit Bonaireaans kampioenschap. Maar ook de mensen die nog geen bridge spelen en denken van, goh, zo'n denksport lijkt me leuk. Het zijn ook altijd hele gezellige avonden op de woensdagavond. Die kunnen zich ook aanmelden om eerst een cursus te doen, om eerst kennis te maken en daarna mee te gaan doen gewoon met onze eigenlijk wekelijkse spelavonden.